De omstandigheden zijn uitstekend voor potvoetbal. Kijkers, vanuit welkom dus. Ik ben Sven de Vos, collega is Jeroen Guter. En samen zitten we weer klaar om deze ontmoeting van commentaarvoorzien. We verwachten best veel van dit duel. Dit is Grimsby Town tegen Bournemouth. Zie het. Wat kan ik hier nou nog aan toevoegen? Helemaal niets. Laat de bal maar op. En met deze elf gaat de thuisploeg de wedstrijd beginnen. Rinus Michels en Ernst Happel zijn er groot mee geworden. En nu kiest ook deze trainer voor een 4-3-3 opstelling. Ja, maar dat was wel een iets andere tijd, hè. Dan hebben we het over de jaren 60, 70. In elk geval een lekker aanvallende opstelling. Van dit team is bekend dat ze druk zetten over het hele veld. Dus dat begint al bij de opbouw van de verdedigers van de tegenpartij. De aanvallers zullen dus hun steentje moeten bijdragen en flink ook. Ja, en op die manier proberen ze een fout van de tegenstander af te dwingen. Als je dat vroeg doet, kan het natuurlijk meteen gevaarlijk worden. Want als je de bal te pakken hebt, dan ben je eigenlijk al in de buurt van de tegenstanders 16 meter gebied. Precies, maar het vergt wel een enorme conditie. 2015 was een heel belangrijk jaar in de geschiedenis van Bournemouth. Het promoveerde voor de allereerste keer naar de Premier League. Ja, en hoewel de lagere divisies in Engeland ook van behoorlijk niveau zijn, gaat het er in de Premier League natuurlijk toch iets anders aan toe. En we zijn begonnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, zie het. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Terence Kongolo. Een sterke verdedigende actie waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Daar krijgt hij ruimte op de flank. En meegewerkt, de voorzet. Die bouwt op en komt in de buurt van het andere doel. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. De bal wordt ingeleverd. Hij stoomt verderop en met de bal aan de voet de uitbraak. Zo dicht bij het doelpunt. Maar die poging strandt op de lat dus. Hij schiet hem. Bijna komt die bal op de lat. Ze zijn de bal kwijt door die paas. Richting goal daar. Connolly. En hier laat de doelman zijn waarde zien. Formidabel. Geen voorzet, maar kort gespeeld. De voorzet komt niet aan.
Nou, van zo dichtbij moet hij er toch in? Ja, hij probeert hem te plaatsen, maar misschien had hij een vuiltje in zijn oog. Of zijn bril vergeten. Hij mist hopeloos. Nou, een hele prullenbak in zijn oog. En zo'n beetje op uitnodiging worden ze onder druk gezet. En Bournemouth in de aanval. De spelers van Bournemouth spelen beheerst de bal rond. Knap gekeerd door de keeper. Deze wordt kort genomen. Trek naar binnen. Die bouwt op en bekijkt de mogelijkheden. Deze om voor te komen. Dat is een prima redding. Hij wordt kort genomen. Ja, een schot. De doelman wordt tot een duik gedwongen. Isaac Mensah neemt de corner. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. En dat betekent einde aan het gevaar. Aardig wat ruimte nu op de vleugel. De voorzet wordt onderbroken door een tegenstander. De bal gaat over de achterlijn en komt een hoekschop. Niet voorgezet, maar kort genomen. Hij keert dat schot. En meteen een nieuwe corner. Voor het doel gebracht. Een eenvoudige redding van die keeper op die koppel, ook niet? Ja, daar zou je normaal gesproken zijn bed niet eens voor uitkomen. Connolly. Wat een mooie passes. Ze komen allemaal aan. Goed gebruik gemaakt van het balbezit. Mooie plek zeg, om die bal te veroveren. Bal wordt geblokt. Gosling. En de bal weer ingeleverd. Er komt iemand helpen. 3 minuten extra. Hij onderschept de bal. Kunnen ze dit snel uitspelen?
signaal klinkt. We gaan pauzeren. En daar gaan ze weer. Aftrap, tweede helft. De wedstrijd wordt vervolgd bij een gelijke stand. Vervolgt zijn weg naar het doel. Richting het midden voorgegeven. De voorzet wordt opgevangen door een tegenstander. Die kan uitverdedigen nu. Spelers van Bournemouth spelen beheerst de bal rond. Een belangrijke interceptie op deze plek van het veld. En misschien nu een counteraanval. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. Bal kwijt. Goeie ingreep. En het wordt een inworp voor de tegenstander. Ze worden opgejaagd, ja. Ze vroegen er een beetje om, toch? Komt steeds iets verder. Ah nee, die aanval leidt uiteindelijk tot niets. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Mooie bal hoor, gevaarlijk steekballetje. Ja, hij is er doorheen. En dat schot gaat recht op het doelman af. Stevens. De scheidsrechter fluit naar het gegeven voordeel alsnog voor de overtreding. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Emiliano Martinez en nummer 47, Dwayne Holmes. To be replaced by nummer 42, Jake Forster-Kaski. Nummer 23, Junior Hoylett. Ze werken deze voorzet weg. Als die paas was aangekomen, dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Gaan we nu een counteraanval zien? Ze kunnen het nog afmaken. De verdediging herpakt zich, haalt de angel uit die counter. Zoek naar een opening. De doelman hoeft niet eens te bewegen voor die bal. With the owner of the silver hatchback with the license plate GR55JKK, please contact your. Goed werk hoor. Thank you. Nog steeds in aanval. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Einde balbezit. Het publiek gaat op de bank. Ze moeten scoren om deze wedstrijd in de slotfase naar zich toe te trekken. De fans realiseren zich dat steun nu geboden is. En het is maar goed dat die doelman ertussen zit, want de wedstrijd is bijna voorbij. Beide ploegen staan nog steeds gelijk. Nummer 45, Chris Burke. Coming onto the pitch. Nummer 10, Kiel Nauw.
geen voorzet, maar kort gespeeld. Maakt de beweging naar binnen. Op zoek naar de opening. Hij houdt de bal er knap uit. Er komen twee wissels aan. Korte corner. Goed die bal weggepeerd met die actie. Het is een hoekschop. Er wordt een wissel ingezet. Niet voorgezet. Maar kort gespeeld. Hier kunnen ze de leiding nemen. Hij zorgt ervoor dat schot spoort. Maar ze willen zo graag winnen. Misschien levert deze late hoekschop iets op. Hoekschop komt voor. Daar komt de tegenstander tussen. Kan hij dit zo afmaken? Altijd lekker. En een opwarmballetje voor de keeper. Klem vast. Michael Gregoric. Het zijn de laatste minuten. De fans hier op de tribunes schreeuwen hun ploegen nog eens luidkeels naar voren. Ja, ze hebben beide nog één doelpunt nodig. Willen ze deze wedstrijd met een zege bekronen? Nee, daar komt Bournemouth niet zomaar mee weg. Overtreding. Er komt een wisselspeler het veld in. Die ligt nu in de patatzak naast het stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Om hem tussen de palen te krijgen. Dit zijn spannende minuten. Een doelpunt zal waarschijnlijk de winst opleveren. De tegenstander kan zich herstellen aan de aanval. Loopt al dus spaak. Alleen de doelman nog voor zich. Hij zit er prima bij en voorkomt zo het doelpunt. Dat is een grote kans hoor. Door zijn uitstekende optreden blijft het gelijk. In het midden van de 16. Hallo zeg, kijkt u even mee, die zit. En met dat doelpunt zetten ze hier het hele stadion op zijn kop. Ja, en er zijn nog maar een paar minuten te spelen. Hè? Ze hebben nu echt koers gezet richting de overwinning. Ja, deze goal schreeuwt om een herhaling en die gaan we natuurlijk krijgen. Het begint allemaal met die voortreffelijke corner. En dan wordt het fraai afgerond met een kopbal. De scheidsrechter fluit voor het einde. En logisch, de teleurstelling is groot onder de meegereisde supporters. Wat een rampzalige wedstrijd. Vooral voor hen. En wat een lange terugreis zal dat worden dus. Een nederlaag dus. En zo blijven ze achter met lege handen. Maar ja, misschien is het toch een schrale troost voor de spelers dat er best veel goed ging. En dat er uiteindelijk maar sprake was van één doelpunt verschil.